Goedemorgen, ik fiets hier door het Vondelpark. Het is stilte voor de storm. Er staat vandaag iets moois op het programma. Nationale schoolroeikampioenschappen op de bosbaan. Is iets waarbij allerlei scholen door heel het land, jongens, meisjes, meedoen. Om de titel voor de beste roeischool van Nederland. Er staat een bokaal, is daar te winnen, te verdienen. Dus het is best wel een spannende dag. Ik ga kijken hoe de sfeer is, hoe gezellig het is. Nu eerst koffie. Kom op! Als je hier zo vaak bent geweest, dan voelt het gewoon als water, als de bosbaan, als een willekeurige plek in Amstelveen. Maar je merkt dan toch hier dat de grote mannen van de nationale equipe, de Mahe Drysdales, de Roel Brazen, die hebben allemaal op dit water geroeid. Dus het is een klein beetje alsof het eigenlijk als scholier de kans krijgt om in de arena te voetballen. Het veld waar het Nederland zelf ook altijd speelt, waar Ajax kampioen wordt. Ja, dat heeft dan toch een klein beetje spanning, brengt dat met zich mee. Dat is ondertussen wel te voelen. En jullie zijn van het Stedelijk Gymnasium Leiden. En aan de pakjes te zien en de slippers uiteraard, dat verklapt ook al een hoop. Zijn jullie meer ervaren dan wat andere mensen die hier rondlopen? Ja, we doen aan wedstrijdroeien bij die leiter. Bij die leiter? Ja. Ah, mooi. Dus dit is voor jullie bekend terrein en iets minder zenuwen dan de rest misschien? Ja, dat wel. Wel bekend terrein. Zenuwen heb je altijd een beetje bij wedstrijd. Goed, wat zijn jullie verwachtingen voor vandaag? Hopelijk winnen natuurlijk. Hopelijk winnen. Hopelijk winnen. Oké, dat spoelen we nog even terug. Wat zijn jullie verwachtingen voor vandaag? Ja, we gaan gewoon winnen. Sowieso badenkoor natuurlijk. Kijk, daar zo hoor ik het graag. Goeiedag. U stuurt net de dubbel 2 het water. Ja, en het leuke is, en het spannende ook, is dat je niet weet of het wedstrijdploegen zijn, of dat het beginnende, of dat het recreanten zijn. Dus aan de boten zie je van, dat is best wel, hè, allemaal empaggers, dus dat wordt best wel zwaar. Dat beloof wat, ja. Dus dat er één niet-empagger, denk je van, misschien kunnen we die hebben. Nou ja, het is dus heel wisselend. Qua niveau. En strijken, dan duw je van je af. Net als vrouwen, zeg maar, strijken. Maar wij gaan altijd naar achter. En dan, dus dan ga je voor jou naar achter. Maar wij gaan altijd naar achter. Wij gaan naar achter. Ik denk dat ik snap. Van welke school zijn jullie? Stedelijk Gymnasium Arnhem. Wat zei dat? Helemaal. Ja. Alsof jullie erop geoefend hebben. Ja. Veel getraind? Nee. Nou, dat is niet. Los van de bokaal voor de beste roeischool van Nederland vandaag, hebben we ook nog een apart klassement. Namelijk de grootste biceps en de grootste bovenbenen van vandaag. Dus ik zou zeggen, mede even bij elkaar. 29 centimeter. 29, lekker, oké. 35 centimeter doen. 35. Oh, we hebben een extra contender die aankomt lopen. 35, 34,5. 34,5. Laten we gaan, kom op. Vast. Ja, gewoon zitten. En door. We zijn een ergometer challenge aan het doen. Ja? Voor mixploegen. En twee jongens, twee meiden. En de snelste school die krijgt aan het eind van de dag een leuke prijs. Jij houdt je hand op je ding. Dus ik zeg nu klaar. Ik zeg nu klaar dat het laatste jullie komt. Pak jij hem over, ga je meteen zitten. Geef je voeten erin. Het zijn goede voorbereidingen. Rollen en door. Dan zie je toch dat dit de toekomstige overleggers zijn. Er wordt hier gemanaged. De toekomstige managers van Nederland. Er wordt hier een meeting gehouden om te kijken wat de tactiek gaat worden. Ja. Dat is toch wel. Volgens mij zijn ze er ook klaar voor. Ja, even haar goed, ja? Zo, ja. Oh, wacht even. Zit er nog één? Ja. Ik zit hier met Gerben. Ik. En Hidde. Wij zijn aan het uitrusten, ook ik. Dit is ook vermoeiend werk. Even aan het uitrusten richting de finales, want die heb je gehaald, toch? Ja. Hoe is het gegaan? Goed. Hoe goed? Ja, heel zeker goed. Eerste geworden, tweede? Eerste. Ruime afstand of net aan? Ja, ruime afstand. 10 seconden of zo. 10 seconden? Ja. Veel voor getraind ook? Ja. Hoe vaak hebben jullie getraind, in de boot gezeten? Ongeveer 2 keer per week. Twee keer, 1 keer per week. Sinds? Wanneer zijn jullie begonnen? 10 weken. 10 weken, 2 keer in de week. En daarmee kan je dus met 10 seconden. Is dat hetzelfde als met huiswerk? Dat je ook op zoiets van als je maar vaak genoeg oefent, tijdig begint. Met huiswerk doen we niet. Nee. Daar gelden weer andere regels voor. Ja. Oké, hebben we dat in ieder geval even kort gesloten? Ja. Hopelijk zitten papa en mama hier niet. Oké. Ja, knippen we dit stukje er even uit.
dames en heren, het is ons gelukt. We zitten op een boot. Ik ben hier te gast bij René. René is de baan in goede banen aan het rijden. Ik zal zo maar zeggen, wij gaan richting de start. Ik moet zeggen dat het hier op het water een stuk kouder is, een stuk grimmiger dan aan de wal. Het lijkt wel alsof daar het zonnetje schijnt en het hier bijna begint te regenen. Maar ja, goed excuus om hard te roeien. Hoe sneller die 500 meter, hoe eerder klaar en hoe eerder weer lekker uitrusten aan de kade. We moeten zachtjes zijn, de mix. Dubbel 2, dus dubbel 2 jongens, meisjes, bovenbouw. Ze doen hun best om recht te gaan liggen. De wedstrijd 22 ligt breed over. Alles wordt nu opgelijnd. Ik draai de camera om. Klosjes, los. Af. Jezus, dit gaat hard. Dit zijn echt de snelste tot nu toe. Het ziet er echt heel netjes uit. Hier nu volle bak gaan, gewoon een tandje bijschakelen, anders kunnen we die dubbel tweetjes niet meer bijhouden. Het gaat echt hard. Super close finish. De finishstoren, ik hoorde twee zoemetjes, super kort achter elkaar. Dus het is nog een klein beetje onduidelijk wie er gewonnen heeft. Het zijn wel de finales, dus het gaat hier om de punten. Zelfs op dit nationaal schoolroeikampioenschap moet er een fotofinish aan te pas komen. Het is af en toe net de Giro d'Italia. Niet alleen door de warme omstandigheden, maar door de spanning op de finish. Het is nog even wachten. Maar we gaan het zo meteen van de jury horen. Ja, zij zei roep, zoek maar wat uit. Ik zei, dat moet je tegen mij zeggen. We zijn er toe aan de laatste finales en ik ben hier behind the scenes en waar het echt gebeurt. Ik zit hier in de commentaartoren. Vanaf hier heb je prachtig uitzicht. Kan ik dat laten zien? Ja, yeah. Ja. Wie weet mag ik zo meteen ook een stukje proberen. Ik ga het even lief vragen. Oh, die shit is real. Kijk. Ja, dames en heren, we zijn live in de ether. En de eerste 250 meter zit erop. Ik sta hier naast Bo Bullings. Kijk, als je hier de schooljongetjes ernaast ziet en dan Bo, dan alsof hij ze voor het ontbijt heeft gereden. Maar goed, genoeg over Bo. Bo, jij bent hier vandaag met welke reden? Ik mag de medailles hier uitreiken. Heb je dan alleen een medaille of fluister je ze dan ook stiekem nog een gouden tip in van joh? Nou, het gaat uiteindelijk gewoon om lol hebben en dat is het mooie van zo'n kampioenschap hier. En nu heb ik hier dit in mijn zak zitten. Oké. Okay. Om even te kunnen kijken dat we die kinderen toch iets lukken? Kunnen meegeven. Ja. Dit is een lint van 1,5 meter. Er wordt een beetje krap aan, hè? Moeten we niet een lieftallige assistent te vragen? Hier? Eigenlijk wel. We komen op. Nou, zeg jij het? 35? 35,5. Natuurlijk doe je roeien met je benen, maar even voor de sfeer, even voor de gezelligheid. 35,5. Dat is de bicep die je minimaal moet hebben. Dus ik weet wat mij te doen staat. De hele dag met zo'n cameraatje. Dat ja, ik begin wel een moeie arm te krijgen. Helpt wel. Dat is best zwaar, hè? Vlog is het nieuwe roeien, zou ik wel eens. Maar goed, tot zover, Bo. We zien je zo bij de prijsuitreiking. Nou jongens, het moment is daar en de beker gaat naar Willem Lodewijk. Dit was de afsluit voor vandaag. Ik heb nog een medaille gekregen. Zo hoort dat volgens mij als je gewonnen hebt. Ik voel me een beetje een winnaar. Zoveel gezelligheid, zoveel goede races, zoveel gezellige mensen, gezellige reacties. Nog een medaille voor de sfeer, voor de moeite, ja. Zo'n dag is het. Ik denk dat dit genoeg zegt. Dit was het in ieder geval voor vandaag. Het Nationaal Schoolroeikampioenschap. Ik heb ervan genoten. En van mij mag het ieder jaar precies zijn zoals vandaag. Staat hier op tekst.